En daar denk je weer aan God. God bescherm je. Je weet, je doet slecht. Het was moeilijk, maar op een gegeven moment zegt de Heer, als jij voor mij uitkomt, kom ik voor jou uit. Je krijgt vanaf huis als katholiek, God bestaat. Dus je weet dat God bestaat, maar je dient God niet. Maar in deze leven wonen we samen met mijn moeder en mijn broer. Het was krap thuis in een wijk, een soort ghetto van Curaçao. Dan ga je dingen van de straat kijken en zien, jong, je gaat naar school, maar je ziet, je wil dit, je wil dat, hoe je kan het verdienen. Dus op een gegeven moment beland ik beetje bij beetje in de straathandel, dat is de drugs. En daar ga je beginnen met drugs, met verslaving, verkopen, drugs, geld bewaren, want het doel is de big money. En gingen we drugs naar Nederland sturen. Dus zo begon je beginnen beetje bij beetje geld te verdienen en grote geld te zien. En toen zeg ik nee, ik ga naar Nederland, want daar is de geld te maken. Niet alleen het sturen, maar je moet ook in Nederland het distribueren. Dus toen ben ik zelf naar Nederland gegaan en daar in Nederland ging ik echt het geld zien. Dus gingen we echt dieper en dieper en elke keer stuur je mensen terug naar Curaçao om die drugs te gaan slikken. En daar denk je weer aan God. God bescherm je, want je weet, je doet slecht. Maar je bent opgevoed met de katholieke geloof dat er bestaat een God, maar je dient het niet. En tijdens deze fase van je bent bezig, je wordt groter, groter en groter. Je vergeet alle mensen erom je heen die je pijn doet of mensen die de drugs gebruiken. Op een gegeven moment kwam ik een meisje tegen. Die zag ik van, oh, dit is een mooie meisje. Die wil ik graag in mijn catalog, dus van al die vrouwen die ik had. Dus zij zei tegen mij, ik kan met jou praten, maar ik loop richting de kerk. Ik zei, oké, dan ga ik met je mee naar de kerk. Dus ik loopte naar de kerk met haar, met de idee, deze meisje wil ik krijgen. Dus tijdens de dienst zat ik daar, maar ik dacht, wow, die woorden raken mij zo aan, dat ik begon te huilen. En vanaf toen heb ik de Heer leren kennen. Dus God heeft me aangeraakt. Na de mijn fase dat ik ben gaan stoppen met de drugs, kwam ik in de gevangenis. Ik kreeg een hele lange straf. Mijn vriendin toen heeft op mij gewacht. Ik wilde recht voor de Heer zijn. Dus ik ga niet meer met mijn vriendin als een gewone vriendin. Toen zijn we gaan trouwen. De weg van de Heer recht maken. Het was moeilijk. En alles was krap. Werk, alles. Maar op een gegeven moment zegt de Heer, als jij voor mij uitkomt, kom ik voor jou uit. Iemand die duizenden euro per dag uitgeeft, nu moet krantenwijk doen om te overleven. Zo krap waren we, konden niet eens melk kopen voor onze baby die net geboren is. Komen vrienden bij mij om mij ideeën te geven, kom, we kunnen hier een kilo, daar een kilo verkopen, je kan dit verdienen. Maar ik zei, nee vrienden, ik wil dat niet meer doen. Ik heb voor de Heer gekozen. Dus ondanks dat, de Heer heeft een deur opengemaakt, waardoor ik een werk kon vinden. Van die werk kon ik mijn bedrijf starten. En dat ik vandaag een goede ondernemer ben, goed in het leven sta. De Heer staat achter ons in elke stap die wij deden. En wij staan ook voor de Heer op zijn woord na te komen. Want als je mij zoekt, ben ik voor jou. En wij gingen de Heer zoeken. En de Heer stond voor ons. En hij heeft ons nooit laten zonder eten, niks. Dus dat wij nu de Heer samen met mijn hele gezin, 2 kinderen zijn uitgekomen. Dat wij gezamenlijk nu de Heer kunnen dienen met al onze hart. Als je voor God gaat, God is altijd voor jou. Maar jij moet het zoeken en God staat voor jou. En ja, God is een goede vader. Dus je gaat niks missen. Echt, ik mis nu mijn hele oude leven niet meer. Mensen zeggen, hoe kon ik het doen? Maar ik zeg het, ik kan het doen in de Heer. Want Hij geeft je de kracht om door te zetten. Ondanks minder geld, kan dit niet betalen, kan dat niet betalen. Maar hou vast. Houd standvastig aan het woord van God. En God zal voor je zijn in al je noden. En tot heden is Hij voor ons.